Here we go! Geweldig om jullie weer te zien, team. Seuren hier, met vandaag een nieuwe... Dat hoor je misschien niet, jammer. Met een nieuwe Pokémon Go video voor jullie. Gisteren, als je deze video kijkt op 28 augustus 2021, is seizoen 9 aangekondigd voor Go Battle League Pokémon Go. Betekent niet zo heel veel veranderingen, wel leuke veranderingen. En daar gaan we in deze video verandering in brengen. Zo, dat is even doordacht. Maar, wat is er gebeurd? Er zijn nieuwe moves. Nieuwe Pokémon niet, maar ja, door nieuwe moves komen wel nieuwe Pokémon in het zicht. En daar gaan we vandaag dus verandering in brengen door middel van een power-up video, rekt in die video en evolutie aflevering in één. Het wordt een enorme spree. Ik heb een beetje last van mijn keel, merk ik. Excuses daarvoor. Hopelijk heb je zin in een lange video, want dit wordt echt een geweldige. We hebben... Laat maar even beginnen met wat we allemaal hebben en wat we gaan doen. We gaan hopelijk Elite Fast Gems gebruiken, Elite Charge Gems gebruiken, Rare Candy besteden. Misschien nog wel Rare Candy HL, moet ik zelf even kijken, want ik heb me daar niet heel erg in verdiept. Nou, we hebben ook... En ik moet even Mewtwo aantikken. 2 miljoen Stardust om te besteden. Dus kijk daar zeker naar uit. Ik heb nog een aantal Pokémon op mijn lijstje staan die hier liggen. Die geüpt moeten worden. Legendaries waarvoor ik nog candy kan gebruiken. Noem het allemaal maar op. Dus daar heb ik zin in. Dat gaan we doen. Pokémon evolueren zou ook nog gaan gebeuren. Want daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Laten we meteen met een toffe beginnen. Ik heb al een goede IV of een goede rank. Cover 3 dus. Ik weet niet hoe die eerste eigenlijk heet, moet ik eerlijk zeggen. Hoe heet deze ook alweer? Janmask, sorry, dat is hem. Maar deze, als die gaat laden, wil ik gaan uppen voor de Great League. Want die heeft namelijk... En dan ga ik meteen een Fast TM gebruiken. Elite Fast TM is niet nodig. Die heb ik dan weer niet nodig. Ik wil Shadow Claw. Maar dat is een nieuwe move. Dus misschien dat hij nog niet in het spel zit. Volgens mij is hij nog niet in het spel. Ik ga hem nog één keer gebruiken. Want vanaf Season 9 komt hij natuurlijk pas tevoorschijn. Oké, jammer. Maakt niet uit. Je zal niet denken te zeuren. Wat ben je allemaal aan het vertellen? Maar Seizoen 9 begint pas 30 augustus. Het is nu nog 28 augustus. Dus dan zou ook de move komen. Maar ja, dat is een kwestie van een TM gebruiken, dus dat is niet zo bijzonder. Dat is niet zo bijzonder, het gaat om de power-up. Want we willen naar de 1496 brengen. Geniet daar even van. Kovadritus, ik ben heel benieuwd hoe die gaat presteren. Het is natuurlijk alleen een pure geest, dus ja, een Sableye met Dark of een Hunter met Poison. Ja, kan extra waarde brengen, maar misschien ook juist niet. Dus het wordt even lastig. Nou, nieuwe attack gaat hem ook gewoon geven. Hij heeft Shadow Ball al, dus dat is een goede move. Benieuwd wat hij nog meer kan leren eigenlijk. Psychic. Laten we even kijken als ik hem een Elite Charge Gem geef wat hij nog meer kan leren. Oh, dat is het enige. Oh, wacht. Nee, dat is niet waar. Dark Pulse. Oeh, dat is ook wel een goeie. Dan ga ik liever voor Dark Pulse, denk ik. Want hij is natuurlijk zwak tegen Dark. En Psychic heeft dan niet zo heel veel nut. Dus we gaan hem Charge Gem geven. Voor Psychic. En heeft hij Dark Pulse. Oké. Nou, dan moet ik hem dus nog even Shadow Claw geven. Dus hij heeft nu zijn Headbutt. Shadow Ball en Dark Pulse. Dus dat wordt in ieder geval een potentiële voor de Great League. Ben ik benieuwd naar. Dat is een van de Pokémon die een nieuwe move heeft gekregen. De andere, dat is een Cast Form, een normal Cast Form. En als ik een goede heb ik, ga ik hem denk ik gewoon gebruiken. Maar wordt het dan mijn Shiny of wordt het dan mijn... Het is wel lachen natuurlijk, een shiny of een rang 7. We gaan voor deze. Ik ben benieuwd hoeveel dat gaat kosten. Ik denk wel heel aardig wat. Zo, dat is wel aardig wat. Jeetje, Mina. Jeetje, oeh. Weet je, we zitten hier voor een power-up video om dingen te power-upen. Dus niet om te zeuren. Ja toch, niet om te gaan zeuren van joh, wat. Moet je ook nog een extra move? Jeetje, wat is dit een duur ding zeg. Ongelooflijk. Dat was de power-up video. Een Covertritus en een Crossform. Veel plezier. Nee, dat is niet waar. Maar dat was aardig wat. Hedge, Hurricane, Weatherball, Rock. Hij heeft ook... Ja, hij is zwak tegen... Ja, dan zou ik willen zeggen dat Hurricane wel goed is. Weatherball, Rock willen we dan wijzigen en Hedge is wel goed. Dus deze moveset kan ermee door. Het is nog niet perfect, maar ook dat kan ermee door. Ik zou aanbevelen Hedge, Weatherball, Normal en Hurricane. Ter informatie. Want Rock heeft niet zo heel veel toegevoegde waarde. Omdat hij zwak is tegen Vecht en Vecht is natuurlijk zwak tegen Flying. Hedge, Hurricane. Het is wel een dure move, maar nou ja. Weatherball. Zo. Wel een interessante. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat uitpakken.
Crossform in de meta. Hè, best wel tanky, omdat hij natuurlijk zo... Ja, omdat hij al niet hoog wordt qua CP. Dus dan kan hij lekker in de 1500 range komen. Dus dat is 2. Dan hebben we ook, ja, Nidoking en Nidoqueen zijn ook toegevoegd. En Poliwet ook. En Poliwet heb ik al, maar Nidoking en Nidoqueen... We gaan eentje maken voor de Great League. Eentje maken voor de Ultra League. En misschien nog een Shadow. Moeten we oppassen. Ja, dan wil ik ongeveer 1 miljoen besteden aan PvP. En 1 miljoen besteden aan power-uppen. Laten we kijken. Deze gaat naar de 1500. Als soms heeft hij al een dubbele move. Oeh, dan hebben we dat. Oké, 240.000. Jeetje mina, dan zijn we al bijna op de... Ja, dat gaat hard hoor. Dat gaat hard. Maar dat wordt dus een Nidoqueen voor de Ultra League. Ja, moves. Ja, ik vind... Oh nee, moves kan natuurlijk beter. Moves heeft natuurlijk Poison Fang gekregen. Dat wist ik even niet. Dus daarom kan Earthquake kan weg, denk ik. Stone Edge, ook de interessante. Omdat hij natuurlijk met de grondaanvallen zwart is tegen Flying. Sludge Wave, ook de interessante. Zelfde verhaal. En daarom is zo'n aanval wel handig. Maar we gaan voor de Poison Fang. Als ik hem kan krijgen. Kijk, daar is hij. Helemaal top. Huh? Poison Fang, Poison Jab en Earth Power. Ik denk dat dat wel een mooie moveset is. En een rank 6. Kijk, de Poison Jab, Poison Fang, Earth Power. Kan je altijd nog wijzigen natuurlijk, zo'n moveset, dus maak je daar geen zorgen om. Je kan natuurlijk altijd op Pivpo kijken, link daarvan in de beschrijving, hoe en wat. Dan hebben we nog een paar Nidoqueen, maar Nidoqueen ga ik nog even niet doen. Ik heb gehoord dat Nidoqueen beter is, 4 deze, voor de Ultra League, dus die ga ik sowieso even doen. Want dat is de beste van de twee die ik heb, 1530, 1497, dat valt nog mee qua dust. 50.000, 60.000. Dus dat is wel lachen. Even kijken, dan hebben we nog een, nou, iets meer dan 1 miljoen over. Of 300.000, sorry. Poison Fang, Sludge Wave, nieuwe tech. Dat wordt wel duur. En dan heeft het al bijna... Oeh, valt er al mee eigenlijk. Nou, misschien dat we meer gaan doen. Misschien dat we meer gaan, starters gaan besteden. Want ik wil altijd meestal ja, minimaal 2 miljoen overhouden. Of als er nog een PvP nooit komt of zo. Dus we hebben nog ruimte. Dat sowieso. Charge Jam. Sludge Wave. Ook daarvoor gaan we Earth Power doen. Volgens mij wil je ook geen andere move dan Earth Power. Earthquake is goed, maar Earth Power is net even wat handiger. Dus ook hiervoor dezelfde move, maar dit is een rank 4 voor de Great League. Poison Jab, Earth Power en was het ook Poison Fang. En ja, ik vind hier Queen leuker, want ik ben altijd meer geïnteresseerd in de bulky Pokémon dan in de aanvallende Pokémon. Zoals in dit geval Nidoqueen. Ik ben ook meer geïnteresseerd in bijvoorbeeld Tro dan in Sark. Verder kan ik eigenlijk geen voorbeeld noemen van defensive of aanvallend. Maar jij ongetwijfeld wel. Laat het weten beneden in de comments. En dan hebben we nog twee Shadows. We hebben hier eentje voor de Ultra League. Of voor de Dinners. En dat is een rank 34, dus dat is beter. En we hebben hier ook nog eentje. En dat is een... ja, in volgorde, dat kunnen we wel doen. Dat is eentje voor de Great League. Dus we hebben ook nog een Shadow... Voor de Ultra League en een Shadow voor de Great League. En daar gaan we nu aan werken. Zijn wel wat duurder. Dus ja, dat wordt interessant. En ja, dat is ook een beetje het probleem. Ik zou ook aanbevelen als je deze video kijkt. Doe niet klakkeloos na wat ik aan het doen ben. Want ja, het seizoen moet eigenlijk nog beginnen. Dus de meta moet zich ook nog een beetje vormen. Daarom wil ik ook nog niet al mijn dust gaan besteden. Want hè, als naarmate het seizoen gaat beginnen en gaat vorderen... Zullen er weer andere Pokémon komen die wel goed zijn, niet goed zijn, afvallen, beter worden. Noem maar op. Dus let daarmee op. Hey, ik kan nog een aantal Pokémon verzinnen. Ik weet dat Dinnes, Drapion zal iets beter worden, denk ik, met de move updates. Ariados is vorig seizoen al geüpt. Heb ik ook nog nooit gebruikt, wat ook misschien handiger kan worden. Misschien wel een totaal andere Pokémon die ik nu niet zie. Umbreon bijvoorbeeld, die ook opeens heel erg goed wordt vanwege een aantal nieuwe moves of wat dan ook. Dus ja, doe niet klakkeloos wat ik doe. Ik zou eigenlijk pas uppen als je het Pokémon nodig hebt. Maar ja, deze Pokémon wil ik sowieso wel gaan doen. Nou, dan zitten we... Ja, dan hebben we nog 2 miljoen te besteden. Of 200.000, sorry. Dus dat is gelukt. Power up en een nieuwe move heeft hij al. Oh nee, dat moeten we nog doen. Dus dan hebben we nog ongeveer een Pokémon, denk ik, om te gaan uppen. Heeft hij dan Poison Jab, Poison Fang en Earthquake? Nee, hij heeft Earth Power, hij heeft Earthquake. Die gaan we wijzigen naar Earth Power. Kijk, dat is mooi. Die werkt in één keer mee. Super. Dit is een rank 120, kan altijd beter, maar ik mag even niet klaar. En tada, duurde even, maar dan heb je ook wat. Een Shadow Nidoqueen voor de Great League. Poliwets. Daar heb ik al een paar goede van. Ik ga ze wel even laten zien, want die heeft ook een nieuwe move tegen Scald. Dus laten we even kijken naar welke ik heb. Andersom. Hij stond goed.
Ik heb hier eentje. Dat is een rank 1 als je een best buddy maakt voor de Ultra League. Nou, voor de Great League zie je er ook al een aantal staan. Dus het is gewoon een kwestie van, denk ik, een goede move geven. Als dus de move uitkomt. En dan zijn we klaar. Dus die hebben we ook al binnen. En dan kunnen we dus door naar de echte tof Pokémon. Een Jellicent hebben we ook nog. 6.5 hours later. 24. Oké, okay. Nou, dat is heel simpel. Als ik dan genoeg candy heb, gaan we evalueren. Want ik kan er eentje voor de Great League. Kan ik gebruiken. Dit is een vrouwtje trouwens. Dus ik heb eentje voor Great League heb ik dan al. Die 98 die je bovenaan zag staan, die kan helemaal door naar, ja, gemaximaliseerd. Moet even kijken hoe hoog die precies wordt. Maar misschien dat die doorgaat naar Ultra League. Dus daarom wil ik eerst even voor de Great League een investering maken. Want dat is wel een goede namelijk, deze voor de Great League. Dat is wel een goede. Hetzelfde geldt ook voor Ultra League hoor, dus maak je daar maar geen zorgen om. We gaan uppen voor de Great League. Zo, 1492. Valt mee qua dust. Ja, nog een paar leuke. Ja, we zijn wel tevreden tot nu toe hoe het gaat. We kunnen ook, omdat we ook binnen de miljoen zitten. Nieuwe attack erbij. Huppatee. Geen zorgen. En dan ga ik even voor de moveset. Ja, ik weet eigenlijk niet wat het beste is. Ik denk dat Shadow Ball wil je sowieso hebben. En dan Bubble Beam kan ook wel. Ja, ik laat het even staan zoals ik het nu heb. Ik weet niet namelijk wat de beste moveset is voor deze. Hartstikke top. Ook blij mee. Jellicent. En een Sableye. Ik heb waarschijnlijk nog wel iets van een Purified Sableye. Dus ik wil even kijken of ik die ga gebruiken. Ik heb een Hondo heb ik natuurlijk al. Ik heb een 93 Purified. En verder nog niks. Dan gebruik ik liever nog even deze. Die heeft dan wel geen return, maar dat hebben die andere dus ook niet. Dus ja, dat vind ik zonde. Dan wil ik liever eentje met return. En dan liefste als je een Purified 96% is. Anders ga ik pas deze uppen. Dus ik wacht er nog heel veel mee. Maar dan. Dan. Maak je nu klaar voor, denk ik, het leuke gedeelte van de video. Denk ik. Want nu gaan we Pokémon uppen. Die echt tof zijn. Legendaries. Interessante Pokémon zoals Excadrill. Dat soort Pokémon. Goede, sterke Pokémon. Laten we gaan kijken. Ik heb sowieso een Magnezone nodig. En daar heb ik meerdere opties van. Magnezone. Ik heb, even kijken. Ga die even laten zien. Die 93 moet je even niet bekijken. Ik heb 96% IV's zonder attack. Dat is deze. Dat doe ik liever niet. Want het is dus 96% zonder attack. Dan heb ik 96% misschien met attack. Met attack. Dus dat is dan ook een optie. Maar, ja. Ik heb ook de shiny 96%. Maar zonder attack. Aww. Gaan we er twee doen? Gaan we alleen deze doen? Ik vind het zo'n tof Pokémon. En ik kan ook elektriciteit Pokémon gebruiken. Dus ik denk dat ze allebei gaan doen. Ik ga ze allebei doen, denk ik. Waarom niet? Deze wordt wel heel duur, want die staat nog ongeveer 41 CP. Jeetje mina. Dus dat wordt een leuke. Ik ben benieuwd hoeveel dus me dat gaat kosten. Maar is het iets van 36? Oh, wacht. We gaan niet overheen. Het valt natuurlijk mee, want het is een Lucky. Zo. 100... Oh, dat valt mee. 3185. Voor mij wordt hij na 3206 uit mijn hoofd. Is zijn maximale IV of 2205. Wauw. Met een zo'n jongens. Met dan uiteraard een... Tweede aanval, shiny, 96% IV, Magnezone, die gaat gebruikt worden voor de, wat is het, de Master Premier League. Ik ben benieuwd. Wild Charge is degene die wil, met Spark en Mirror Shot, dus laten we dat ook gaan schrijven als naam. Spark, Mirror Shot, Wild Charge. Volgens mij heeft hij geen Flash Cannon. Nee, voor mij is het alleen, dat is voor Ferrothorn is dat eindje. Dus dit is een toffe. Een shiny, 96% Magnezone, ik vind het ook zo'n gaaf Pokémon, bizar. Ik ben er echt heel blij mee. Gaan we dan ook nog inderdaad die 96% normale. Ik ga eerst even kijken. Oh, dat wordt 98%. Ook interessant. Waarom gaan we dan die niet doen? In plaats van die 98% attack. Ja, dan kan ik beter inderdaad die 96% doen. Maar gaan we eerst even kijken naar andere elektrische Pokémon. Zoals bijvoorbeeld een Raikou. Ik heb gelukkig inderdaad een Shundo Electivire en een 98% IV Electivire niet shiny. Dus we hebben nu wel een aantal goede, haast een team van 6 elektriciteit Pokémon. Maar ja, het liefst zou ik ook nog iets van een Raikou erbij willen, want dat vind ik een tof Pokémon. Maar zoals je ziet heb ik daar geen 96% IV van. En dan vind ik het zonde. Dus ik wacht toch nog even of ik ga toch nog even voor die... of ik ga toch nog even voor de Dinners. Voor een tweede Magnezone. Ja, deze. Een Drillburn naar een Excadrill. Want ik speelde laatst ook veel Master League. Toen dat dan uit was. En... Even kijken, HP. Hij heeft niet zoveel HP. Hij heeft voor mij een hogere defense. Dus ik denk dat deze beter is om te uppen.
denk ik. En ja, toen kwam ik deze vaak tegen en dat was echt wel een probleem in Excadrill. Dus ik vind het tof om die ook even een goede van te hebben. Wat zei je, het is geen staalaanvallen. Eigenlijk het enige echte staalaanvallen in het spel is... Ja, eigenlijk Metagross. Ik zou willen zeggen Dialga, maar die heeft Metaclaw Ironhead. Niet de beste moveset. Maar Metagross, ja, dat is gewoon echt geweldig, hè. Exclusief moveset, goede Pokémon. Dat vind ik denk ik de beste. Dat is trouwens niet degene die ik wilde, een moveset. Laten we die meteen veranderen, want het schrikt me rot. Mudslap is ook niet. En je wil daarvoor Mudshot. Mudshot. Extra aanval. Hoppatee. Wat voor aanval heeft die? Earthquake? Nee, dat wil je ook niet. Je wil Drill Run en je wil Rock Slide. Dat is namelijk een hele goede moveset omdat het elkaar zijn zwakheden een beetje dekt. Earthquake is natuurlijk alleen goed tegen... Of Drill Run is alleen goed tegen... Ja, tegen niet flying. En met Rock Slide kan je dan weer de flying dinnissen. Een flying aanvallen. Dus Mudshot. Rock Slide. En Drill Run. Drill Run, ja. Klopt. En we moeten nog uppen. Ik wil het niet vergeten. Maak je geen zorgen. Even kijken hoe ver ik kan. Oh, we gaan niet te ver. Als het pas een hondo is, dan pas ga ik Xelkenny eraan besteden. Volgens mij hebben we dat net niet gedaan. Maar dat was natuurlijk een Shadow Needle voor de PvP. Dus dat is het anders. Maar ja. Kijk, als natuurlijk Master League zonder limiet. Dus hè, dat hij echt tot aan het maximale gaat. Ja, dan ga je natuurlijk geen 96% of 98% daarvoor investeren. Dan wacht je natuurlijk op een hondo. Zou ik doen. Dus ja, let er mee op. 32-21, dat is een mooie. Zo ziet je inderdaad ook wel vaker qua IV. Dus ben ik wel super blij mee. Een extra deel aan het team toegevoegd. Dat is een tal van Pokémon. En ja, ook gewoon een goede Pokémon voor qua gebruik. Dus daar ben ik blij mee. Dan. Ik ga even afstrepen hoor. Even kijken. Ik zal hardop meelezen, want jullie kunnen... Nou, het kaartje kan ik even laten zien. Dit is hem. Hopelijk kan je het lezen. Maar dat was mijn lijstje. Nidoqueen gaat dan wegstrepen. Poliwet had ik al. Magnezone hebben we dus geüpt. Excadrill hebben we geüpt. Hetzelfde geldt voor Electric Pokémon, want ik kan geen andere Electric Pokémon meer vinden. Dus die kan wegdoen. Vuur Pokémon gaan we nog even naar kijken. Staal Pokémon kan wegstrepen, want die hebben we ook al gehad. En nog, ik heb nog geen goede Magnezone. Hondo's, Rayquaza, komt er nu aan. Mega's, Covaritus hebben we gehad. Testform gehad. Jellicent gehad. Sableye gehad. Maar eerst Rayquaza. Ik vind dat jullie daar wel, en ik zelf ook, want het is een van mijn favoriete legendaries, dat we daar wel, dat we die wel hebben verdiend. 98%, ik heb geen betere zo te zien. Hoeft ook niet, want dit wordt hem. En die gaat naar de, die ga ik wel uppen. Even kijken, oh. Oké. 248 candy hebben we nodig. Nou, dan zou je denken, oh, sir, dat heb je niet. Nou, dat heb ik wel. Want daar hebben we dus de rare candy. Tot aan de 248. Even kijken. 7-8. Hoppatee. Nou, en daar gaan we dan. Een 98% Ivy Rayquaza. Voor, ja, raids vooral eigenlijk. Ook gewoon voor gyms, want ik vind het leuk om dan te gebruiken. Maar misschien wel in de toekomst natuurlijk voor Mega Rayquaza. Dat wordt tof. Derde deel Outrage. Ik ga gewoon een... Oh wacht, kan natuurlijk niet, want ik heb nog geen candy. Heb ik dat wel nodig? Nee, maar je hebt niet PvP. Dus nee, dat zou zonde zijn. Nog niet. Dit zou ik dus niet doen. In raids gebruik je geen tweede move. Hè, dan gebruik je hem puur voor de draaktype dat die is. Dus ik zou hier geen tweede move aangeven. Als het jou was. Als je hem alleen voor raids gebruikt. Ga je hem PvP gebruiken dan standaard. Maar dat doe ik niet. Dus doe dat niet. Deze. Oh, die gaan we ook maar meteen uppen. Ja, die gaan we ook maar meteen maximaliseren. Waarom niet? Even kijken. Daar komt hij. Ja. Laten we dat doen. Een Curum. Maximaal. Gaan we ook even meenemen. Waarom niet? Ja, zoals ik al 20 keer heb gezegd nu. Ik vind hem tof. Dragon Claw heeft hij. En gaan we dan een dubbele aanval geven? Dat ook nog niet, want ik weet nog niet hoe het gaat worden met ja, de fusie tussen Reshiram en deze Curum. Of Zekrom en Curum. Dus daar wacht ik nog even mee. Wel leuk, een 98% Ivy Curum, toch geen lage. En dan gaan we door naar de vuur Pokémon. Ik heb daar hopelijk nog een Entei voor en hopelijk nog een Mega Slag. Ga het even overslaan denk ik, want dat is niet zo bijzonder. Legendary. Dan hebben we dus Fire. We hebben een Ho-Oh, we hebben een 100% Reshiram, ben ik blij mee. We hebben een 100%, dat was mijn tafel. Charizard, we hebben een goede Ivy. Entei, maar die bleek dus geen attack te hebben. Dus daar ben ik eigenlijk wel achteraf gezien een beetje balig van dat type geüpt. Maar ja, dan kan je zeggen, doe nog een Charizard. Leuk, maar nee, dat doe ik dan liever nog even. Wacht ik nog even mee, ga ik eerst even wat anders doen. Hebben we een goede IV Moltres? Dat zou ik eigenlijk wel het liefste willen doen. Of een Heatran. Maar een Heatran, zoals je kunt zien, hebben we wel goede van, maar net niet.
En dat vind ik dan zonde. Ik ga wel voor favorieten, want dat is een beetje zonde als we die gaan transferen. Ja, een Pyre. Ja, sorry. Maar die gaat echt niet uppen. En met Mortar. Daar werd al. Ja, die gaan we doen. Dit is 96% IV met dit is 96% zonder attack. Gewoon puur omdat ik het leuk vind. Hè? En we hebben ook wel een 100% IV Electivire. Dus ik vind het leuk om ernaast te hebben staan. Daarom. Dan Arcanine Zagreb. Dat wordt wel een hele toffe. Dat was een te vuur Pokémon waaraan ik zat te denken. Want dat, ja, ik heb er een rondo van. Ik vind het zo'n tof Pokémon. Dat wordt gaaf. Ik ga eerst even kijken. Magmortar. 96% met Active Moveset. Ja, waarom niet eigenlijk? Die gaan we uppen. Ik heb er gewoon zin in. Gewoon omdat ik er zin in heb. Niet omdat die goed is. Huppatee. 225.000 dust. Ik vind het prima. We hebben nog... Ja, zullen we er overheen gaan? Dat... Kan wel. Thunderbolt, Bitrate. Dat is niet de goede moveset. Ik wil hem dan als vuuraanvaller hebben. Dus laten we hem Firespin geven. En laten we hem... Fire Punch niet. Ik kan het zeggen. Volgens mij heeft hij meer moves dan alleen Overheat. Volgens mij is Overheat degene die... Fire Blast ook wel een toffe. Volgens mij is Overheat beter. Maar dan houden we hem als Fire Blast. Ook prima. Wat jij wil, joh. Doen we het zo, Pokémon. Fire Spin. Thunderbolt. En Fire Blast. Dan ga ik er niet nog in uppen. Dat vind ik dan zonde. Dan wordt het een beetje te veel van het goede. We houden het even op deze. Op 1 Mortar. Maar dan, ja, dan gaan we toch echt voor deze Arcanine. Die gaan we wel uppen. Helemaal maximaliseren, want dat is ook gewoon een tof Pokémon. Een Arcanine. En dan gaan we misschien ook gewoon helemaal door, jongens. We gaan ook gewoon Infinite en een... zo. Een Infinite en een Blaziken. Nou, weet ik niet. Ik wacht dan misschien nog even mee. Arcanine vind ik tof, want die is handig voor PvP. De rest kan maar echt niet zo... Nee, dat is niet zo handig, denk ik. Laten we het maar gewoon zo doen. Kost niet al meer dan genoeg, dus ik vind het zo wel even prima. Nieuw Charge Attack, uiteraard. Als het goed is Wild Charge wel een goeie. Firebust, Wild Charge. Crunch kan ook wel zijn. Want die heeft natuurlijk nu een update. Want die krijgt een update met... maar Wild Charge, dat covert zijn attack. En Flamethrower is niet de beste move. Maar is wel de enige vuur... Of een goede vuuraanval die hij leert. En dan Snarl is ook wel een goede. Want dat is wel een... Ja, dat laat snel energie. Snarl. Flamethrower is het. Flamethrower. En wat is het? Wild Charge. Maar ook zo'n Wild Charge. Zo. Kijk er even aan. 3029 CP. Je kan nog hoger. Hè? Het is een hondo. Dus misschien dat ik het ooit nog zou uppen. Maar voor Arcanine. Dat vind ik het oorspronkelijk. En dat vind ik tof gedaan. Was deze bedoeld in plaats van Entei. Maar ja. Pokémon of mensen bij Game Freak. Ik heb het ook maar gehoord. Hoor, dus ik weet niet of het waar is. Ja. Die ging Arcanine toch vervangen. Voor Entei. Ik denk omdat die beter in het plaatje past. Hè, bij de andere twee. En toen is ja, deze afgevallen. Maar ja, het is nog steeds is het een legendary Pokémon. Of het wordt een legendary Pokémon genoemd in de Pokédex. Dus ja, ik vind het echt een tof verhaal. En ik vind het ook echt een tof Pokémon. Dus laten we even kijken. Kijk, daar staat hij hoor. Ik zie er al eentje staan. Zie je hem ook al? Rayquaza. Boven Dragonite. Net onder Ho-Oh. Maar Ho-Oh vind ik tof. De Ho-Oh is mijn tweede favoriete legendary trouwens. Dus Ho-Oh mag dat petje al innemen. Dat mag hij wel. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog andere Pokémon geüpt. Kyurem komt... Aardig hoog binnen. Goed bezig, Cure. Goed bezig. Voor mijn gevoel kan ik er nog meer uppen. Oh nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Maar ik kan voor mijn gevoel zat ik nog niet helemaal op de max. Maar ik weet niet waarom. Hij is het wel. Ik ga wel even trouwens een naam geven. Misschien dat daar aan ligt. Dragon Breath. Dragon Claw. Zo. En ja, we gaan nog nergens voor gebruiken. Dus laat hem daarom ook even zo staan met deze move. Ik wil nog geen tweede move geven. Dit zijn trouwens ook... Ja, er komt nog een andere video aan met Hondo's en Legendaries. Wat dan? Daar is Excadrill. Daar is ook Madness Zone. Dus dan zie je ook al dat die hè, wat meer in de range van Master Premier zijn. Samen met Snorlax en met Dragonite. Maar Dragonite staat al wat meer erboven. Hetzelfde geldt voor... Wow. Magmortar is hoger dan Electivire. Had niet verwacht. Het is wel zo. Dus ik vind het tof, want ik vind ook Magmortar echt een toffe. Ik denk dat die wel wat leukste vindt van de twee. Maar ja, van Dinus heb ik een Hondo, of Shundo zelfs, dus ja, die ben ik ook wel iets meer gaan waarderen. Maar dat is tof, had ik niet verwacht namelijk. Arcanine ook nog erbij, ietsje onder mijn champ, ook een Hondo werd daarvan. Maar dat is wel tof, ik ben blij mee. Hè? Arcanine, echt tof Pokémon zoals ik al zei. Dat hebben ze wel gehad. Hier komt een beetje Suicune, Swampert. Ik zou het tof vinden als Suicune en dat soort Pokémon, Articuno, ook bij de Master Premier kunnen. Dat zou ik gaaf vinden. Want die zijn toch wat meer qua CP dan normaal bij de Snorlax en dat soort dingen. Zoals je ziet. Dus ja. Mooie power-up aflevering. Ik ben er tevreden over. Ook gewoon de keuze die we hebben gemaakt.
Het duurde wat langer. Een half uur zie je het hier zo. Dat is ja, niet gebruikelijk voor mijn kanaal. Maar hopelijk vond je het leuk. 2 miljoen meer zelfs besteed aan dus. Oh nee, wacht. We zijn nog niet klaar. We gaan ook nog onze Rarity gaan we een beetje verdelen. Want er moet ook vanaf. 34 Rarity. Ik weet al precies aan welke ik eentje ga doen. Dialga. Daar hebben we nu een hondo van. Maakt niet uit wat ik aanklik trouwens. Laten we even zorgen dat we 200 candy hebben. 248, want we kunnen in ieder geval naar level Dinnes uppen. Nee, 348 dan, want we kunnen in ieder geval helemaal uppen en een extra move geven. En het is een hondo, dus ja, daar ga ik echt geen spijt van krijgen. Alhoewel, nee, eerst 248, want misschien dat hij nog een keer in race komt voordat we nog gaan uppen. Dus laten we even zo doen. Ik wil hem tot aan de 248 hebben. Daar komt hij. Zo. En dan kunnen we inderdaad nog, hè, dan kunnen we ook nog andere Pokémon kunnen ook nog rekening gebruiken. Ja, rustig aan. Bijvoorbeeld aan... Zekrom heb ik al, Reshiram heb ik ook al. Wat is dan? Turum kan er nog wel een paar gebruiken. Turum. Die wil ik tot het 100 hebben voor die tweede move dus. Dat is niet handig. Nee, want misschien komt hij ook nog een keer in raids. Dat moet ik ook niet doen. Jeetje, wat zijn de keuzes lastig zeg. Oh. Legendary. Oh, ik weet hem al. Iveltal. Iveltal. Ik heb er nog geen goede van, zoals je kunt zien. Maar ik wil wel zorgen dat als ik er eentje krijg, dat ik een goede heb. Dat ik genoeg candy ervoor heb. Dus hier gaat zeker tot aan 248, want we moeten ook nog een extra move. Dus ja, even dat we dat hebben, hebben we al misschien een aantal gevangen. 48, oké, dan hebben we nog weinig over, maar die heb ik een mooi plekje voor. Want, moet je kijken hoeveel goede tiratines ik heb en hoeveel tiratines in het algemeen. Ik heb er 2 van 98%. Dat zijn, ik zal ze niet aanklikken om te laten zien, maar allebei hebben die attack, defense en 14 HP. Dan heb ik nog... 2 93% staan in de tweede rij die je daar ziet. Dan hebben we nog 2 96% van Giratina Origin. Dan hebben we ook nog een hele hoop goede IV Giratina Altered, waarvan 1 hondo. Die wil ik ook wel graag een keer uppen, maar ja, het verschilt maar 2 of 1 IV met mijn 98 die ik nog heb. Dus dat vind ik een beetje zonde eigenlijk, maar het is wel tof. En dan hebben we nog een hele hoop shinies. Ik had er van mij 3 onlangs. Ja, ik heb eentje gereld, dat klopt. Dat was met... Ik weet de naam even niet meer. Ik weet wel wie het is, maar ik weet de naam even niet meer. Dus ik had er 3. Nou, ik heb er nu weer 2. Ik heb pas eentje bijgevangen. Dus ja, daar wil ik dus mijn candy aan gaan besteden. En dat gaan we ook gewoon doen. Ik heb er een hoop van. Een hoop candy heb ik al. Maar het kan nooit genoeg zijn voor Giratina. Want het zijn dus 2 versies. Dus ja, daar heb ik ook voor nodig. Rare Candy XL. Ik kan er maar eentje bedenken. De Goat. De Goat Mewtwo. Tada. Dat was hem. Maar dat is er veel. Maar ja, het is wel handig. Hè? Even je bek opgeschoond. En dat is hem dan, jongens. Dat is hem dan. De power-up. De item spree aflevering in 1. Ik geef mijn Pokémon helen, want het staat wat netter als ik ze ga laten zien. En dit is het geworden. Nou, je hebt ze net al gezien. Maar dit is dus mijn nieuwe team. Met 100%'tjes, met legendaries, noem het allemaal op. Je hebt het net allemaal gezien, dus maak je geen zorgen. En dan, weet ik niet meer wat de vraag van vandaag was. Oh ja, ik was welke Pokémon ben ik vergeten tussen bulky en aanvallende vormen? Ik had natuurlijk Nidoqueen, Nidoking. Dan heb ik Tro en Salk, maar volgens mij zijn er meer. Politoed, Poliwet, zie je het niet helemaal. Nou, vooruit dan maar, reken dit mee. Zoiets reken dit mee, Slowking, Slowbro. Voor mij heb je dezelfde statistieken. Dus ben ik er nog een paar vergeten? Laat het me zeker weten beneden in de comments. Lijkt me hartstikke tof om te horen. Ja, voor nu kan ik maar wat in te doen. Jullie natuurlijk super bedankt voor het kijken. En voor jullie geweldige support. Wordt zo altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je graag bij de volgende video.